iedereen, super leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe video. Vandaag ga ik de slijmballoon challenge maken. Ik heb hier allemaal ballonnetjes en die ga ik allemaal kapot maken in een grote kom. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat worden. Misschien moet ik er dan weer eens meer kleurstof bij doen of meer lijm of meer activator. Dat is ofwel en zo vloeistof. Dus ik ben heel benieuwd, dus laten we maar gauw beginnen. Ik ga beginnen met de glue. Er komt heel weinig uit. Ik heb nog 3 ballonnen met lijm, dus alles kan nog goed komen. Oei. Oh, wauw. Nog meer lijm. Dit is de kleur. Je kan het ook in... Kijk hoe de kleurstof, het verf eigenlijk, overal zit. Zelfs op mij. Nu ga ik er shaving cream in doen, ofwel scheerschuim. Oké. Ik heb nog shaving cream. Oké, deze ging al veel beter. Ik zit ook helemaal onder de verf en onder de scheerschuim. Dit zijn de glitters. Nu ga ik de activator erbij doen. Zo. En ik heb er nog eentje. Voilà. En nu, de laatste ballon is drift. Ik weet niet of de hoeveelheid wel juist zit, maar we gaan het zien. Dus ik ga het eerst nu roeren. Kijk wat er is gebeurd doordat ik er te veel lenzenvloeistof heb bijgedaan. Er zitten superveel glittertjes in. Oh, wauw. Dit is heel mooi slijm. Er zitten ook ballonstukjes in. Maar het slijm is wel gelukt. Ik had er misschien meer blauw bij moeten doen en misschien een beetje minder glitters. En hier heb ik nog een ballonstukje. En dit is het slijm. Hij plakt niet in je handen, dus je kan er heel fijn mee spelen. Hij heeft ook zo'n soort van crunchy geluid. Ik heb er geen extra's bij gedaan, bijvoorbeeld extra veel activator of extra veel kleurstof en zo. Maar het enige is dat ik een beetje te veel activator erin heb gedaan met de ballonnen. Hij is heel mooi, maar ik weet niet of je zo goed kunt zien op de camera. De kleur is een beetje raar. Dankjewel om te kijken naar deze nieuwe video. En vond je deze video leuk? Geef alsjeblieft een duimpje omhoog. En tot de volgende keer. Dag!